准备，我数三二一啊，最后要欢呼啊，不然就冷场啊。3、2、1。In de Chinese hoofdstad Peking werd een grote parade gehouden om de verjaardag van de partij te vieren. Tienduizenden mensen kwamen erop af. De leider van de communistische partij is Xi Jinping. Hij is tegelijk ook de president van het land. Hij hield een toespraak tijdens het feest. China in Azië is het land met de meeste inwoners ter wereld. Er wonen bijna 1,4 miljard mensen. Eeuwenlang werd het land geregeerd door keizers. Nu is dus de communistische partij aan de macht. Het is de enige politieke partij die over het land regeert. Ook de president hoort dus bij die partij. Hij laat graag horen hoe trots hij is op zijn land. En in zijn toespraak liet Xi Jinping weten dat hij geen kritiek meer wil van andere landen. Maar er is wel veel kritiek op China en op de communistische partij. Want veel landen zijn bijvoorbeeld bezorgd hoe in China met sommige bevolkingsgroepen wordt omgegaan. Zoals de Oeigoeren. Die bevolkingsgroep wordt onderdrukt en slecht behandeld, zeggen deskundigen. Veel Oeigoeren worden opgepakt en in kampen gezet. En zo zijn er meer zorgen over de vrijheid van het volk en de macht van de regering. Volgens Xi Jinping klopt dat allemaal niet. Hij wil dat andere landen zich daar dus niet meer mee bemoeien. En hij wil ook geen kritiek van het Chinese volk. De Chinezen moeten geloven dat de communistische partij het beste is voor het land. En veel inwoners van China doen dat dan ook. Ik voel me heel erg enthousiast voor onze land.